Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Welkom bij weer een nieuwe video. Ik zit dus aan mijn mic. Dus beloof weer een leuke video te worden. Vandaag is het de X deel 1. De X aflevering 1. Ik weet niet hoeveel afleveringen ik van de X ga maken. Dus de X aflevering 1. En ja, er komen misschien 2 of 3 afleveringen van de X. Dus de X deel 1. Waar ga ik beginnen? Het begon allemaal op 2 mei 2020. Ik ging in een relatie met haar. Nooit geweten dat die relatie eigenlijk zo fucked up zou zijn. Ja, dat ik 8 of 9 maanden later terug single ging zijn. Ik had nog nooit verwacht dat die relatie zo fucked op ging zijn. Maar de relatie was dus fucked op. En ja. Dus een paar maanden gingen eigenlijk goed voorbij. Eigenlijk 1 maand ging er perfect voorbij, tot 2 juni. Dan kregen we onze eerste ruzie. Onze eerste ruzie ging over iets helemaal onbenullig. Ik weet zelfs niet meer op wat ging. Dus ja. Dan, einde van die maand, kregen we nog eens ruzie. Er zou iemand op een Snapchat gezeten hebben. En berichten gestuurd hebben, voor ze berichten naar een meisje. Dat ik zo, dan zegt ze dat ik vreemd gegaan was en ja. Maar ik eigenlijk niet ben vreemd gegaan, dus ja, de voorste berichten die gestuurd waren, I don't know. Maar ik heb ze nog altijd niet meer, ik heb gewoon gezegd van, kijk, ik ben niet vreemd gegaan, ik heb die voorste berichten niet gestuurd. En ja, ging het goed. Tot 3 weken later ging zij vreemd met een andere gast. En ja, oké. Dat ze ging vreemd. Dat is goed. Allee, ik kan maar vergeven. En dan, een maand later, van haar, ging ze weer vreemd. Ik dacht, dat is al de 2e keer dat je vreemd gaat. En dan, ja, september is dan doorgekomen, zonder ruzie. Oktober kreeg ik terug ruzie. Ik zat toen in de tijd van FIFA, dat ik heel veel FIFA gespeeld. En ja, dat ik eigenlijk heel veel FIFA gespeeld die maanden. En ja, ze belde wel altijd dat ik aan het FIFA aan het spelen was. En dan hoorde me rage. Oké, we kregen toen meer en meer ruzie. En dan ging het weer een week of 2 goed. Kregen we weer ruzie. En dan zitten we al in november. Toen kregen we terug ruzie en zo. Oké, dan ja, kregen we meer en meer ruzie. Dan december. Hebben ook heel veel ruzie gehad. Eigenlijk hele maand door hebben ruzie gehad. Door mensen die dat ons aan het stoken waren. Maar we zeiden van, ja, we gaan dat niet doen en zo. En dan januari, 2 januari, hebben we ook fucking veel ruzie gehad. Heb ik ruzie gehad thuis door haar. Dat was zelfs zo erg dat mijn vader moest komen halen thuis. En ja, zo erg, dan heb ik het nog nooit geweten. En dan was het weer een maandje stil. Een maand later, exact op een maand later, op 2 februari, kregen we weer ruzie. 3 februari ruzie. 4 februari kreeg ik ook ruzie. Waardoor ik mijn gsm naar de tering heb gesmeten. En ja. Dan heb ik gezegd van, zo kan het niet verder, ik heb het uitgemaakt. En dan heb ik beginnen opzoeken. Heb ik opzoekwerken gedaan. Heb ik zelfs Sven ingeschakeld, want die weet wel van zo'n dingen, die kan zien aan hoe of wat. Is er na die tijd is er dan uitgekomen dat ze minstens 8 maanden is vreemd gegaan en gewoon niks van gezegd heeft. Dus ja, en nu ben ik al van 4 februari single, dus eigenlijk niet meer iemand gehad. En 4 februari tot nu heb ik eigenlijk altijd single geweest. En dat is eigenlijk zo'n beetje mijn story van het verhaal. Jullie horen misschien andere verhalen. Maar het enige verhaal dat klopt is het mijne. En
Ja. Dus deze was eigenlijk de ex, deel 1. Misschien dat er ooit nog een deel 2 komt als ik een andere relatie neem die ik openbaar op YouTube zet. Maar deze was dus de ex deel 1. Bedankt voor het kijken. Bedankt aan Sven omdat ik deze idee mocht jatten. En zie jullie guys zo snel mogelijk terug in de nieuwe video. Joep.